zin in vandaag? Ja, absoluut. Ja? Absoluut, ja, ja. Het is natuurlijk toch een heel bijzonder moment dat je met een fusiegemeente waar zeg maar 13 kernen samenkomen, dat je dan inderdaad zeg maar, nu daarvoor mag stemmen. Want het gaat ergens over om Meijer-Rijstad een flitsende start te geven. Ook ambtelijk zullen we meer uit het gemeentehuis moeten naar de burgers toe, naar de bedrijven toe, naar de instellingen toe, om samen met de genoemde organen te bepalen hoe we verder kunnen. Wij gaan zorgen dat Meijer-Rijstad een feestje op zich wordt. Ja, als democraat vind ik dat iedereen moet gaan stemmen. Ik hoop niet dat mensen thuis blijven. Maar ik hoop gewoon op een zo mogelijke uitslag voor de Partij van de Arbeid. Omdat Meijer-Rijstad nog niet bestaat. Dus je kunt niet voor of achteruit in zetelaantal gaan. Dit is gewoon waar je mee start in de nieuwe gemeente. En ik hoop dat wij 4 of 5 zetels kunnen starten. We zijn van 6:30 af bezig en om 7:00 is het stembureau open gegaan. Met blokken van 2 uur. Okay. We gaan zo om 9:00 gaan we naar de Marit Instituut Rode. De aandacht van de pers is wel overweldigend. Dat trekt wellicht toch wat mensen van dat ze zelf ook de dubbeldekker even willen zien en dan meteen hier hun stem uitbrengen. Dat er maar zoveel mogelijk mensen in Schijndel en Sint-Oederode, nu de bus in Veghel is vertrokken, denken, hey, die rode bus, daar kun je toch stemmen? Ja, daar kun je stemmen, de hele dag. De reis van ons mobiel stembureau is goed verlopen vanuit Veghel. Alle bikkertjes zijn blijven staan. We hebben heerlijk gezeten. Het was net een vakantiereisje. Milan 2 ben ik sowieso wel heel blij. Bij iedere zetel ben ik blij, maar met Milan 2 is echt, zou heel mooi zijn. Ja. Wat hoopt u voor Meijer-Rijstad? Dat het heel snel even in balans komt en dat we heel snel de vruchten gaan plukken van die mooie grote nieuwe gemeente. De stemmen vandaag? Oh, het is vandaag. Ik denk toch wel dat ik ga stemmen. Ja? Ja. Ja? Heb ik al gedaan. Vanochtend om 7:45 al. Ja, tuurlijk. Uiteraard, ik heb net gestemd en de keuze is helder. Voor mij is de persoon die erachter staat ook wel belangrijk. Ja? Joepjo. Oh, dat is jammer. De burgemeesters die zijn neutraal, hè? Die staan boven de partijen. Anders gaat je stem, je mening totaal verloren en dat is toch jammer. Nee, ik ben nog niet vluchteling. Ik heb op Team Meijer-Rijstad gestemd. Kijk ook wel wat er in de eigen dorpen wel nodig is, zeg maar. Dus ja. Ja, dat is voor mij belangrijk. Ja, onze lokale stem laten horen. En, Uiteindelijk is het zo dat iedereen wel een stukje goed programma heeft. Ja. En wat ze er uiteindelijk van terecht brengen. Gaat Meijer-Rijstad eruit zien in je eigen omgeving voor de komende 5 jaar. En dan denk ik, maak gebruik van je stemrecht. En dan denk ik, het is zo belangrijk. Het kan op 1 stem kan het afhangen. Wordt het links, wordt het rechts, wordt het liberaal, wordt het sociaal. Ja. Maar nog belangrijker vinden wij dat de gemeente flinke stappen terug doet en heel veel taken en verantwoordelijkheden, zeggenschap en geld overdraagt aan de wijken en de dorpen. En dat kan. Er zitten aan mensen te popelen om de macht van de gemeente over te nemen. En we wilden ook het mobiele stembureau bezoeken. Dat hadden we ook afgesproken. Dat wil ik ook eens even zien. En dat ben ik hier aan het doen. En daarvoor heb ik die noten ook bij me. Dat zij wat hebben of de mensen die hopelijk komen stemmen. Hè? Ja. En wat gaat u vandaag allemaal doen? Nou, ik moet zo meteen toch ook nog even werken. Relaxed te kunnen gaan lunchen met mijn echtgenoten. Mijn agenda is helemaal leeg vandaag. Ik ga de stembureaus in de gemeente Veghel bezoeken. Ik loop een beetje van
van microfoon naar microfoon. Ja. En ik wilde eigenlijk gewoon een beetje werken eigenlijk, maar daar kom ik niet echt van. Ik ga denk daar gewoon thuis misschien aan mijn studie verder. En het is wel duimen, heel veel duimen. Een beetje appen naar mensen die ik ken van, hey, ga je misschien even stemmen? Dat soort dingen. Heel spannend. Ja. Nee, ik heb ontzettend slecht geslapen. En dan gaan we nou niet nagelbijten, maar het is wel heel spannend wat het gaat worden. Nou, zenuwachtig. Ik ben wel een beetje, ik ben benieuwd of we verrassingen krijgen als het gaat om de verdeling van de zetels. Ja, het is wel zeker wel spannend inderdaad. Ja. Je kan zelf niks aan doen, dat is een beetje wat het moeilijk maakt, maar het is wel, ik ben bijzonder benieuwd voor vanavond. Dames en heren, let goed op, want dit is het moment. De grote winnaar van deze verkiezingsavond is Team met 7277 stemmen. CDA is tweede geworden met 6499 stemmen. Dus we gaan open. En het mooiste van maken. Eens Team, Loks. Één taak. Ja. Eus Witlooks, van harte gefeliciteerd. Maar natuurlijk ook Jan Goert van het CDA, van harte gefeliciteerd.